En de beste vrouwelijke bartender ter wereld is er weer, Tess Postumus. Hallo. Hi. Wat heb je meegenomen? Want je laat ons elke week een nieuwe mooie cocktail zien. Er staat ijs, er ligt fruit, er staan flessen. Nou, dat is een goed begin. Flessen, inderdaad. Ik heb, als primeurtje eigenlijk, heb ik mijn eigen barlijn meegenomen. Komt in januari in de winkels. De Collection by Tess Postumus. Kijk dan. Kijk nou, man. Helemaal mooi zwart. Dit is glimmend zwart met een... en een shaker. Precies. En een strainer. Nou, het hele pakket, het hele basispakket zit erin. By Tess Postumus. Precies. Weet je die naam eruit, hè? Hey. Ja. Deftig. Komt ook ongegeneerd reclame maken hier. Tuurlijk. Hè? Wat dan overhouden? Nee, grapje. maar je hebt dus, ik dacht, mooie nieuwe set. Mooie nieuwe cocktail. Prachtig. Het is, we zitten een beetje tussen de feestdagen in. Vorige keer deed ik een Sinterklaascocktail. Ik denk volgende week een kerstcocktail. En nu merk ik dat heel veel mensen toch met feestdagen een beetje verkouden zijn geworden. Ik heb het zelf ook een beetje te pakken gehad. Dus ik dacht, een penicillin cocktail. En ik heb hem niet zelf verzonnen. Een pilletje erin. Ja, precies. Nee, er zit geen pilletje in. Het is een liquid, soort van voor je verkoudheid of voor je ziekte. Of hoe je het ook wil opvatten. Uh-huh. Het is op basis van Schotse whisky. Dat is alvast een goed begin. Precies. Nou, een gezonde dosis van de Schotse whisky. 60 milliliter. En je kan dan zelf een beetje kiezen. Hè? Wil je een wat minder heftig? Of juist hou je van het rokerige? Nou, dan moet je ook natuurlijk een hele lekkere rokerige whisky pakken. Heb jij nu niet, hè? Ik heb een beetje een smooth whisky te pakken. Maar ik heb wel thuis voor jou al een honing-gembersiroopje gemaakt. En... die heb ik een beetje licht spicy gehouden. Dus door zelf de gember in een soort van slow juicer te juicen. Maak je daar een mooi sapje van. Of een siroopje. En ook een beetje Angostura bitters. En dan nog wat citroensap voor de vitamintjes. Nou, het wordt heerlijk, hoort u. Meteen allemaal mooie nieuwe spulletjes. Het vult zich met heerlijke geurtjes. Echt, nu al. Het is ook wel een beetje de tijd voor je. Bijna 1 uur. Precies. Nou ja, ik dacht, ik laat die hele rokerige heften laat ik nog even thuis. Een beetje een smooth whisky. Nou, dan gaan we hem shaken. Ja, wat ijs klaarstaan. Zo. En toen waren ze vies, de shakers. En dan kan je hem gewoon uitschenken met een kleine strainer in een mooi rocksglas. Dus een whiskyglas vol met ijsblokjes. Ja, veel ijs. Lekker veel ijs. Veel ijs, minder verwatering. Hoe gek het ook klinkt. Nou, en dan de finishing touch, een sinaasappelzest. Je kan er ook nog een beetje wat druppeltjes rokerige whisky bovenop doen. Heb ik nu achterwege gelaten vanwege het tijdstip. Dus een beetje sinaasappel. En dat is hem. Je penicillin. Ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt. Alsjeblieft. Dat ziet er goed uit. Dankjewel, Tess. Als dit medicijn is, dan wil ik dat wel elke dag. Nou, dat mag. Met mate. Super, met mate. Super lekker. Maar wel een gekke naam, penicillin. Ja. Wie heeft dit bedacht? Het is een Amerikaan geweest. Het is een redelijk nieuwe cocktail. Volgens mij uit 2004, dacht ik. Amerikaanse uitvinding. En het is een beetje een... hij is opgenomen in de nieuwe klassiekers eigenlijk. Dus elke bartender die een beetje met cocktails bezig is, die kent hem tegenwoordig wel. Dus daar strijd je natuurlijk als bartender wel naar om zo'n nieuwe klassieker uit te vinden eigenlijk. Je proeft de whisky heel goed. Lekker, ik denk dat een beetje rokerig eigenlijk best goed is, denk je? Ja, niet? Zeker. En zeker als je dan een float bovenop doet. Dus dat betekent dat je eigenlijk gewoon 5 à 10 milliliter bovenop schenkt. Dan blijft dat lekker bovenop hangen en dat ruik je dan heel erg. En dan blijft hij toch wat frisser. Maar die rokerige whisky heb je dan bovenop. Heerlijk. Ik vind hem leuk. Penicillin. Dankjewel. Tess Postumus, beste vrouwelijke bartender ter wereld. Dank je zeer. BNR Nieuwsradio. Roelof Hemmen.